In het Groningse dorpje Spijk moet een groot aantal woningen gerenoveerd worden. En dat leidt tot moeilijkheden bij de tijdelijke huisvesting van de bewoners. Een oplossing voor dat probleem bieden de kartonnen woningen, die naar een ontwerp van ingenieur Rolfs op een lichte fundering van betontegels intussen in Spijk zijn neergezet. Met rubberstrips worden de naden tussen de verschillende elementen waterdicht gemaakt. De honingraad dient ter versteviging en zorgt tevens voor een goede isolatie. De hele woning, die in delen uit de kartonfabriek komt, wordt met bouten bevestigd aan de fundering. Ingenieur Rolfs, die zich specialiseerde op de toepassing van karton in de woningbouw, gebruikt voor de twee prototypes klemprofielen van aluminium. De twee woningen werden in een halve dag zonder problemen overeind gezet. Bij de keuze van het karton is uiteraard gezocht naar een watervaste soort. En bovendien zijn de buitenwanden en de dakpanelen extra beschermd door een waterafstotende verflaag. In het karton zijn voorts chemicaliën verwerkt die een grote brandveiligheid verzekeren. De huizen werden al direct flink op de proef gesteld. Maar in het interieur was na een week van regen op de scheiding van dak en binnenwand van enige lekkage niets waarneembaar. Het voordeel van deze wisselwoningen is dat men er tijdens de renovatie van het eigen huis het grootste deel van het eigen meubilair in kan onderbrengen. Achter de uiteraard ook kartonnen schuifdeur bevindt zich een redelijk grote toilet- en badruimte. En verder heeft de woning nog twee slaapkamers met daarin een kastenwand. En wat dacht u? Inderdaad, van karton. Uniek tenslotte zijn de scharnieren van de deuren, ook van karton. De prijs van zo'n woning varieert van 10.000 tot 15.000 gulden en de levensduur wordt op dit ogenblik geschat op zo'n 5 jaar.